guys, Job hier, ik ben het super, super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Het is je boy DutchTuber en ik ben weer terug met vandaag deel 2 van deze epische Minecraft map genaamd Microcube. Dit is een Minecraft map waarin wij moeten proberen verschillende soorten challenges te halen die in dit boek staan. En ik zag literally net een spin naar beneden vallen, holy freaking moly. En elke keer wanneer wij een challenge halen, wordt de border met 24 blokjes uitgebreid. En zo kunnen wij proberen om zoveel mogelijk kubussen te betreden. En ik ga heel even timeset D doen. Dat is voor mij een stuk fijner met het spelen. Nevertheless, doe een like op deze video binnen 5 seconden als jij extra geluk wilt in je leven. 4, 3, 2, 1. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij geen baas bent. Want er zijn nog genoeg baas op deze planeet. Maar als jij een opperbaas bent. Hashtag team opperbazen. We gaan beginnen jongens en meisjes. Let's get it. Ik heb er zin in. En de vorige aflevering heb ik afgesloten met het idee dat ik deze aflevering naar de volgende kubus toe zou gaan. En jullie zeiden allemaal tegen mij, Job, doe dat alsjeblieft. Je hebt namelijk de eerste kubus al wel zo goed als volledig onderzocht. Dus het is tijd voor de tweede kubus. En ik dacht, weet je, jullie hebben daar volledig gelijk in. Het is inderdaad tijd voor de tweede kubus. Nu vraag ik mij af of ik deze skeleton kan gaan inmaken. Dat is eigenlijk heel raar. Skeleton. Skeletons. Oh, nee, ben je freaking... Ben je echt serieus? Are you freaking serious right now? Oh my god, dit is echt het lulligste wat kon gebeuren. Maar dat vind ik ook oneerlijk dat dat gebeurde. Wacht even man, ik ga dit even rechtzetten. Dit was niet eerlijk. Dit was alles behalve eerlijk. Oké, wacht even. Ik heb gelukkig het boek nog. Oké, wacht even, wacht even. Wat ben ik kwijt? Ik had een sword, een golden sword. Ja, zonder enchantments dan op dit moment. Ik had wat dirt. Oh my god, dit is zo'n lullige manier van doodgaan. Ik ga dat even terughalen hoor. Had ik nog wat en ik had geloof ik wat iron. Ik had een beetje iron. Laten we zeggen dat dit ongeveer de iron was die ik had. Oké, we gaan weer terug. Game mode 0 jongens, let's get it. Oké. Oké. Dat ging niet helemaal oké. Dat ging niet helemaal oké. Ik ga weer naar boven. Let's get it. Oh my god. Dat was echt het lulligste wat kon gebeuren. Ik moet er sowieso even voor zorgen dat ik keep inventory aanzet. Want als dit nog een keer gebeurt, dan hebben wij toch wel een erg groot probleem. Want stel voor mijn boek was naar beneden gevallen, dan had ik echt een heel groot probleem gehad. Want dan wist ik namelijk niet meer welke challenges ik moest doen. Dus ja, gelukkig is dat niet gebeurd. Kijk, ik kan dus nu niet verder dan dit. Dus ik zal het moeten doen met zeg maar het begin. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar wat aan heb. Ja, kijk. Oh, dit is lullig. Wacht, nou, misschien kan ik... Ah, ik kan de kist net niet openmaken. Oh my god, wat is dat flauw. Dat is echt heel vervelend. Kan ik ook echt... Ik kan hier natuurlijk nu helemaal niks vinden. Of wel soms. Ik kan hier helemaal nada noppes vinden. Even nadenken. Laten we gewoon eens even gaan kijken wat nou eigenlijk de objectives zijn. En welke wij eventueel zouden kunnen gaan doen. We moeten een lapislazuli blok maken of een emerald vinden. Als we een van die twee dingen kunnen doen, dan ja, is het probleem eigenlijk opgelost. Nu is er nog een probleem en dat is dat ik... Oh, ik moet even een shovel maken jongens. Wat is het ook weer een drama dat ik in het begin van deze aflevering naar beneden moet vallen en zo ontiegelijk veel spullen moet kwijtraken. Dat is niet nice. Ja kijk, ik kan hier natuurlijk nu ook helemaal niks. Of wel soms. Nee, ik kan hier helemaal niks. Hier is niks anders dan alleen dit. Oké. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Dan gaan wij eens even kijken of er misschien een ander eiland is waar wij een emerald of zo kunnen vinden. Daar is lapislazuli. En dat hebben wij nodig om dus de challenge te halen. En als wij de tweede challenge halen, dan zal die kist die daar is ook betreedbaar zijn. Dus let's get it. Wat wij even gaan doen is, wij gaan gewoon even kijken of wij die lapislazuli kunnen meenemen. Ik denk dat er wel genoeg is. We hebben er in totaal 9 nodig. Heb ik mijn pickaxe überhaupt nog wel? Ja, die heb ik nog wel, gelukkig. Zo'n lullige manier. Echt zo'n typische DutchTuber manier om dood te gaan in het begin van de video. Like, that's totally me. Maar dat maakt niet uit. Let's go. We gaan even naar boven toe. We gaan even naar boven toe op deze manier. En dan verzamelen wij de benodigde lapislazuli in de hoop... Ah, kijk, dat moet makkelijk lukken. Ik heb nu al 5. Nog 1. Another one. Ik heb er nog 1 nodig, jongens. Dat is genoeg. Ja, kijk hier. Fantastisch. Kijk. Dus dit neem ik mee. Hier ook nog 1. Waarom niet? Heb ik ook een emerald nodig. Ik denk dat die... Oh, nee. Oh, nee. Ik denk dat die emerald hier ook wel ergens te vinden is. Want dit lijkt namelijk echt op een eiland vol met ores. Dus er moet hier ergens ook wel een emerald te vinden zijn. Maar dat is eigenlijk nu niet echt heel erg belangrijk. Want ik wil eigenlijk heel graag toch wel die kist even openmaken. Want ik denk dat daar sowieso iets in zit wat ik goed kan gebruiken. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we... Ah, kijk. Diamonds. Oh, dat is wat. Dat is lucky. Dat is heel lucky. Oeh, daar zijn meer diamonds die ik kan meenemen. Dit is echt een beetje een soort van het mine gedeelte of zo. Echt het gedeelte waar wij gekke shit kunnen gaan vinden. Dus jullie willen dat ik dan een derde aflevering ga uploaden van deze serie? Laat het dan in de comments weten. Het is niet echt een serie. Het is meer gewoon, ja, willekeurige video's die ik erin upload. Omdat ik het gewoon een super toffe map vind. Oké, wacht even hoor. Dit moeten we even wel netjes doen natuurlijk. Hè. Ik wil geen risico lopen dat ik deze diamond eventueel kwijtraak. Dus we gaan hem nu meenemen. Kijk, die diamond die hebben we. Dan hebben we er in totaal 2. Ik wil er in totaal het liefst 3 hebben. Dus op deze manier. Let's go. En dan nemen we deze ook nog even mee. Die kunnen we ook meenemen. Oké, we hebben dus nu 4 diamonds. Nou, kijk jongens en meisjes. Beter dan dat kunnen we het eigenlijk niet hebben.
Even kijken, die gold nemen we nog mee, die iron nemen we nog mee, die coal nemen we nog mee, deze iron hier nemen we nog mee. En dan gaan we de lapislazuli blok maken, jongens. En dan kunnen wij eens even gaan kijken, ja, voor de mensen die denken, joh, waarom neem je al die iron mee? Ik moet uiteindelijk ook een sticky piston gaan maken. Daarvoor heb ik een, ja, slime bal nodig, as far as I know, en nog wat meer dingetjes. Maar dat, ja, dat komt allemaal wel, ja, vanzelf, zeg maar. Dat fixen we nog wel. Even kijken, hoor. Ja, nee, weet je wat ik doe? Ik ga het gewoon hier alvast fixen, let's go. Kan ik namelijk gelijk even het volgende gedeelte van deze kubus kan ik namelijk dan gelijk betreden, let op. Bam! Kijk, nieuwe achievement gehaald. Dat betekent dat wij nu ook dit gedeelte kunnen betreden. Kunnen we dus deze diamond meenemen. En dan kunnen we deze diamond hier ook meenemen. We hebben het wel goed gedaan, jongens, deze aflevering. Ik mag niet klagen. We zijn lekker bezig. We zijn echt heel lekker bezig. Dus let's go. We nemen dit mee. We nemen hier nog even wat kool mee. Ook heel handig om te hebben. En let's jump this way. Even kijken, heb ik nog wat? Ah, kijk, ik heb genoeg cobblestone. Fantastisch. Kijk, ik weet eerlijk gezegd niet. Ik vind het jammer dat het geen challenge is dat wij een diamond blok moeten maken. Had ik ook wel een logische challenge gevonden vooral. Ik bedoel, we moeten een lapislazuli blok maken. We moeten een coal blok maken. En een diamond blok is ook wel lastig. Maar we moeten ook die emerald vinden. En ik heb zo'n idee dat die emerald hier wel ergens te vinden is. But I really don't know waar, eerlijk gezegd. Dus dat is nog een beetje de vraag. Wel heel veel oars in ieder geval. Dat is nice. We moeten alleen echt niet doodgaan gewoon. Want we hebben dus net gezien dat als we doodgaan dat we dan... Ja, ik moet even die keep inventory aanzetten. Ik weet alleen niet waar dat kan. Ik heb echt al zoveel diamonds gevonden hier, jongens. Dit is een echte mine aflevering. Maar dat is alleen maar mooi. Want daardoor kunnen we de volgende aflevering waarschijnlijk weer meer dinges betreden. Et cetera, et cetera. Oké, okay, let's go. Even kijken. Waar zijn we nog niet geweest? Laat ik dit nog even meenemen. Hoppakee. Dit nog even meenemen. En let's see. Let's take this one over here. And let's take this one over here. Zou hier ergens een emerald te vinden zijn? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Laten we anders even helemaal naar boven gaan. Misschien dat daar een emerald zit. Stel voor we vinden nou ook nog eens een emerald. Dan gaat er nog eens een keer 24 blokjes uitgebreid worden. En dan kunnen we nog meer dingen betreden uiteindelijk. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Huh. Nice. Ik heb echt super veel dingen al gevonden tot nu toe. Hoppakee. Ja, dan moet hier toch ergens een emerald te vinden zijn. Kijk, hier is nog wat iron. Ik denk echt dat hier, ja, hier is ook nog meer iron. Ja, er is hier sowieso ergens een emerald te vinden. Ja, of hij zit in die kist natuurlijk. En dat is ook wel een logische redenering. Want dat zou ook wel vrij veel sens maken, zeg maar. Oké. Niet naar beneden vallen. Jop, als je nu naar beneden valt, ga je ongelooflijk veel spijt hebben. YOLO. En hoppakee. Nou, ik heb mijn val een beetje gebroken met het plaatsen van een extra blokje. Cool. Let's go this way. Want wij hebben er dus nu voor gezorgd dat dit vrijgespeeld is. Wacht. Ah, die is ook vrijgespeeld, die. Ah, er zijn heel veel gedeeltes nu vrijgespeeld. Dat is mooi. Dan kunnen we de volgende aflevering, de volgende video in deze map, kunnen we ook weer een beetje het een en ander gaan bekijken. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. YOLO. Nice. Oké. Ja, jij mag sowieso even dood. Even kijken. Kom hier. Lekker. Een lamskoteletje. Nou, wat ik even ga doen, is ik ga even kaken. Of ik hier nu naar boven kan. Wat zit erin? Gaan we het deze aflevering of gaan we het de volgende aflevering? We gaan het nu kijken. Oeh, oké. Wat hebben we hier aan? Dat is een beetje de vraag. Ik ga toch alles meenemen. Want, kijk, als dit nou een normale slimebal was, dan hadden we dat kunnen gebruiken voor die sticky piston. Maar dat is het jammer genoeg niet. Even kijken of hier niks achter zit. Wacht, ik wil even heel goed kijken, hoor. Wacht even. Ik ben echt zo'n perfectionist als het gaat om Minecraft-mappen, waarvan ik niet zeker weet of er nog dingen te vinden zijn. Want ik geloof dat ik namelijk meer dingen kan onderzoeken op dit moment. Dat er meer dingen zijn vrijgekomen. Ik ga dat voor de volgende aflevering ga ik trouwens fixen. Dat Keep Inventory aanstaat, hè. Dat is wel handig. Oké, we kunnen... Die daar is helemaal vrij. Oké. Wacht, heb ik genoeg? Oh, ik heb heel veel iron. Oké, wacht even hoor. Wacht even. Zul ik even... Shit, ik heb geen hout meer. Are you serious? Oké, wacht. Dat ga ik toch even... incheaten. Een soort van. Even een aantal ervan. Want anders kan ik namelijk niet echt verder spelen. Wat ik namelijk even wil gaan doen. Dat lijkt mij tenminste een vreselijk handig idee. Ik ga trouwens achter de schermen even wat meer cobblestone verzamelen. Dat is alleen maar handig. Dan kan ik de volgende aflevering gelijk mezelf naar dingen toebouwen. Nee, wat ik even wil doen is ik wil even een workbench maken. Die zet ik even hier neer. Dan maak ik hiervan even lekker veel furnace. Ja, ik kan er maar twee maken, jammer genoeg. Doe ik hier de helft in en doe ik hier de helft in. En dan doe ik hier de helft in en dan doe ik hier de helft in. Dan kunnen we zometeen even full iron gear maken. En de volgende aflevering wil ik een gedeelte van die gaan onderzoeken. Want ik denk dat daar die emerald in te vinden is. Ik zie hem al, de emerald. Ik zie hem al. Nice. Dat betekent dat we de volgende aflevering weer 24 blokken gaan uitbreiden. Kunnen we die daar onderzoeken. Die daar kunnen we gedeeltelijk onderzoeken. De Desert Islands. Er zijn heel veel dingen die we nog kunnen onderzoeken. Dus doe een dikke, vette thumbs up op de video als je hem leuk vond. Ik ga even kijken of ik een klein gedeelte van mijn armor alvast kan gaan maken. Look at my new swaggy boots, yo. My new Nike Air Max. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik ga achter de schermen dus even wat meer cobblestone verzamelen. En ik ga Keep Inventory aanzetten. Kunnen we de volgende aflevering ook gelijk even daar nog wat oars meenemen. Ik zie daar nog trouwens een diamond. Wacht even. Kan ik die nog even snel meenemen? Misschien wel. Nee, ik heb daar te weinig blokken voor.
Die gaan we de volgende aflevering over vertellen. Er is nog veel werk aan de winkel. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus dat moet helemaal goed komen. Nou, hoppakee. Laten wij eens even snel een broekje maken. Look at my new broek. Helemaal fantastisch. My new pants. Het was je boy, YouTuber. Bedankt voor het kijken. Like voor een volgende aflevering van deze epische map. Het was je boy. En tot de volgende keer. Adios.